Terwijl we weten dat dames met een hoofddoek bij het ministerie van Buitenlandse Zaken werden uitgescholden. Dat er strafrechtelijk onderscheid werd gepleegd. We weten dat mensen op basis van hun afkomst door deze overheid op geniepige lijsten werden gezet. Dus is de heer Bosma niet eigenlijk met zijn betoog de belichaming van zo'n bevooroordeelde witte man die juist zo'n diversiteitscursus nodig heeft om in contact te komen met de werkelijkheid, dat er sprake is van institutioneel racisme in dit land? Ja, de heer Van Baalen heeft gelijk. Er is enorm sprake van enorm institutioneel racisme.